De oom naar wie ik vernoemd ben, Rolf Arneberg, was een oorlogsheld. Iedereen in Noorwegen kent zijn naam en iedereen heeft zijn sympathieke gezicht wel eens ergens op een foto gezien of heeft het standbeeld bezocht dat in zijn geboortedorp staat. Ikzelf heb hem nooit gekend, want ik ben geboren na de oorlog die hem het leven kostte. Maar toen ik 27 werd, de leeftijd waarop hij is neergeschoten, kreeg ik de behoefte een soort pelgrimstocht te maken langs de plaatsen waar hij als piloot gevochten had, en om met mensen te praten die hem nog gekend hadden. Op die manier wilde ik proberen dat vage beeld van de held verder in te vullen. Dat is mij ten dele gelukt. Ik begon in Noord-Noorwegen, waar zijn luchtmachteenheid de opdracht had de Duitsers tegen te houden die Noorwegen wilden binnenvallen. Daarna reisde ik naar Engeland, Canada, Frankrijk en op het laatst naar Nederland. Het werd steeds duidelijker dat hij een uiterst bekwaam piloot en schutter was, die snel promotie maakte en bij zijn manschappen heel geliefd was. Hij hamerde er altijd op dat ze geen onnodige risico's moesten nemen. Want, zei hij, aan een dode held had niemand meer iets. Hij haatte de Duitsers die zijn land hadden ingenomen. En zelfs als hij verlof had, meldde hij zich bij bommenwerperseenheid om extra vluchten te kunnen maken. In februari 1945 was hij de hele oorlog aan één stuk door in touw geweest. Dat vonden zijn superieuren te veel. En hij werd overgeplaatst naar een kantoorbaan in Engeland. Heel erg tegen zijn zin. Toen ik uiteindelijk op het kerkhof van Eelde stond, waar hij in eerste instantie begraven is, had ik nog geen antwoord op de vraag. Of hij ooit bang is geweest. En waarom hij toch per se die laatste vlucht wilde maken die hem fataal werd. Mijn oom Rolf Arne Berg werd bij Eelde door de Duitsers neergeschoten met zijn vliegtuig in februari 1945.